Breda Nu. Je weet het meteen. Momenteel zijn de winkels 's avonds in Breda nog vrij rustig. Maar vanaf binnenkort zullen de winkels open zijn tot 11 uur. Maar ja, is dat wel nodig? Wij gaan het winkelend Breda vragen. Nou ja, ik moet het nog maar zien of het überhaupt of de winkels daaraan mee gaan werken. Het is een leuk idee, maar ik denk dat het vooral gaat werken voor de supermarkten. Als je lange dag thuis komt, is dat wel fijn als je nog ergens wat eten vandaan kan halen. Maar ik bedoel, wie gaat tijdens de koude wintermaanden om 10:30 s'avonds nog even kleding shoppen? Ja. Niet echt. Kijk, dat er iets verruimd wordt, zou ik misschien wel kunnen voorstellen. Maar tot 11 uur is wel heel erg laat. Nee, lijkt mij niet nodig. Nee, ik vind dat niet nodig. Nee, jij hebt andere dingen te doen s'avonds? Ja, maar iedereen heeft andere dingen te doen door de week. Zoals? Slapen en eten en werk. Ik vraag het me af, want de meeste mensen die doen toch hun inkopen vrij vroeg in de voormiddag en tegen sluitingstijd. Als ze inderdaad laat boodschappen willen doen, tegen sluitingstijd ongeveer. Maar ik geloof niet dat er behoefte is om 9 of 10 uur de winkels open te houden. Is misschien op een vrijdag leuk, of in het weekend. Of in het weekend jaag ik dat toe, want op zaterdag, dat is dan wel een dag dat je wat sneller laat. Maar wie gaat er nou op een maandagavond shoppen? Nee. Ja, ik denk het wel. Hier in Breda komen best veel mensen naartoe, zeg maar, om te kopen, om te winkelen. Dus ik denk misschien dat het wel iets voordeliger kan zijn hier voor de binnenstad van Breda. En zeker nu helemaal, nu wij tot de beste binnenstad van Nederland gekozen zijn. Misschien zou dat best wel nog kunnen helpen ook voor Breda zelf. Nee, veel te laat. Ik vind het 9 uur toch? 9:30 vind ik het leuk. Maar daarna dan wil je lekker thuis zitten. Ja, lekker warm op de bank. Ja. Nee, helemaal niet. De meeste mensen die gaan dan naar bed toe, zeker door de week. Dus ja. Kijk, gewoon gezellig houden. Niet overdreven. Die kun je wel tot middernacht open laten de winkels als je ieder zijn wens moet vervullen. Ja, ja, dat hoop ik wel, ja. Want de horeca hier in Breda is al echt in een stijgende lijn. Iedere week komen er wel nieuwe horecatenten bij. Dus ik hoop wel dat het dat dan ook een beetje erbij mee helpt, ja. Ja, ik vind het ook niet nodig, want mensen hebben ook gewoon nog een ander leven ernaast. Ja. Kom jij vaak in de stad om te winkelen? Nee, ik kom alleen in de stad voor uit te gaan. En dat begint vanaf 11 uur, dus op zich. Dus er komen allemaal mensen die hebben ingedronken en die helemaal zat zijn. En dan oude mensen en zo, die komen shoppen en zo. Ja, daar komen ze tegen. Ja, dat vind ik niet kunnen. Breda Nu. Je weet het meteen.